Hallo allemaal, welkom bij mijn vlog. Mijn naam is Julia van der Vlucht. Ik ben 20 jaar oud en ik studeer Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van Leiden. Ik pas nu ongeveer 1,5 jaar op voor Nanny Nina en ik heb sinds kort een vast oppasgezin. En ik was dus pas boodschappen doen met mijn 2-jarige oppaskindje en ik zei tegen hem: Julia gaat even het mandje wegleggen, ja? En een minuut later dacht ik: waarom gebruik ik de derde persoon? En ik ging dit opzoeken en het blijkt dus dat je automatisch op een bepaalde manier tegen jonge kinderen praat. Nou, dit is een term voor, omdat iedereen het bijna doet. En de term luidt moderese, parenthese of child-directed speech. Nou, deze definitie hiervan is als volgt. Het is de spontane manier waarop moeders, vaders en verzorgers tegen jonge kinderen praten. Deze manier van praten heeft ook nog eens 3 kenmerken. Namelijk dat je met een hoge toonhoogte praat. Dus je zegt een hoog stemmetje op. Je praat in de derde persoon. Dus in plaats van in de eerste en tweede persoon waarin je normaal praat. Dus je zegt normaal gesproken ik en jij. Maar nu zeg je je eigen naam en dat van het kind. En je gebruikt versimpelde woorden. Dus je zegt in plaats van dat je naar de wc gaat, zeg je dat je een plasje gaat doen. Nou, dit is allemaal heel logisch. Maar ik vroeg me toch meer af waarom je nou in de derde persoon gaat praten en wat het nut daarvan is. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan en het blijkt, dus verschillende onderzoeken zijn er naar gedaan, en het blijkt dat mensen met sociale angst, als zij in hun innerlijke stem, zeg maar, hun eigen naam gebruiken, dus je zegt tegen jezelf: Julia, je kan het, dan kan je emoties beter controleren. Dus je bent zelfverzekerder en je ervaart minder angst. In negatieve situaties of stressvolle situaties kan je dus beter je emoties controleren. Nou, dit is alleen maar positief. En als je dus tegen jouw kind of een ander jong kind praat en je gebruikt jouw eigen naam, dus je praat in derde persoon, dan kom je veel zelfverzekerder over. En dat is natuurlijk goed voor het kind, want die gaat niet aan jouw zekerheid twijfelen. Nou, ook nog een voordeel is dat het makkelijker is voor die kinderen. Hele jonge kinderen die snappen het principe van ik en jij nog niet. Omdat als iedereen maar ik zou zeggen, dan zouden die kinderen misschien denken dat diegene ik heet of iets dergelijks. Nou, dus je kan beter gewoon je eigen naam gebruiken, want dat is makkelijker voor jonge kinderen. Ook scheelt het dat ze dan namen beter kunnen onthouden. Want al die nieuwe namen in een nieuwe leven natuurlijk, dat is best wel lastig. Dus als iedereen zijn naam of aanduiding gebruikt, dus je zegt je eigen naam of je zegt oma, opa, mama, papa, dan snapt het kind ook hoe dat kind diegene moet noemen. Nou, dus alleen maar voordelen. Dus het nut ervan is heel groot, want je bent zelfverzekerder. Het is makkelijker voor het kind en het is ook nog eens goed voor zijn taalverwerving. Dus ik zou het vooral gewoon blijven gebruiken. Ook al doe je dat waarschijnlijk automatisch. En daarnaast wil ik nog even zeggen, het is een gekke tijd allemaal, heel veel ellende. Maar ik hoop dat iedereen gewoon er goed doorheen komt. Ontdek nieuwe hobby's, ga leuke dingen doen. Wel in huis natuurlijk. Maar ga lekker in de zon zitten. Het is nu lekker weer. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En probeer niet te veel te stressen. En zowel gebruik je innerlijke stem en zeg tegen jezelf, je eigen naam gebruikend en je kan het. Doei doei!